Hoi mensen, mijn naam is Storm en vandaag gaan we Minecraft spelen, episode 23 dacht ik. En je ziet wat veranderingen hier. Ik was altijd aan het bedenken veel van, wat zou ik nu met deze storage room tijdelijk doen, aangezien ik pas over 10 episodes pas de storage room beneden wil hebben. Omdat, ja, het heeft niet zo'n hoge prioriteit voor mij. Ik bedoel, de Skeletor XP farm zou ik als eerste wat liever willen af hebben. Maar ja, dan hebben we hier dus tijdelijk een storage room. En ik heb een soort van design in mijn hoofd. Dus gewoon jungle boot. Achter een bird. En dan elke keer furnaces. Daar furnaces. En hier kan geen furnace. Aangezien daar een trap is. En hier ook niet. Omdat je hier zo naar beneden gaat lopen. En hier wil ik een sandstone trap maken. En omdat ik deze offline heb geenchant. Het komt. De volgende episode stopte ik toen. Ik zei dat ik ging. Dingen met dit ding. Nou, je kunt zien, hij is 2/3 nog maar. Als je dit ziet, denk je van wow. Ja, ik heb heel veel kool gehakt. Ik heb op best veel iron, maar helemaal geen diamonds. En ook iets van 4 sterk lapis en wat gold. En volgens mij heb ik een paar sterk redstone. Maar ja, valt best mee. En de voedsel gaat echt goed. Cool chicken als dit, cool pork chop, een paar appels, een paar poisoned, veel wortels, 1 brood, wat steak en ik eet nu gebakken aardappels. Ah, er zijn nog een paar. En ik vind het best goed die gebakken aardappels en ik heb hier de kippen nu in gedaan. Gaat best snel. Het goeie. En deze eieren ga ik vooral gebruiken voor pompoentaarten. Daar gooi ik nog net een. Nou, gooi ik gewoon nog een. En dat was hier de voorraad van. En ik probeer zoveel gunpowder te doen. En ik heb nog iets geenchant. En dat is dit. Smite 4. Ik hoop dus zelf op de sharpness 4. Met looting 3 het liefst. En dan als het liefst erbij nog een fire aspect. Maar het is niet gelukt. En hier heb ik ook wat gedaan. Crafting table. Muziek ding. Hier. En hier wil ik een ender chest doen. En dan moet eerst wat enderman slachten. Die hebben ze helemaal niet. Hier dus heen. Maar ja, wat ik eigenlijk vandaag van plan ben. We gaan hier zo'n spiral trap maken. Wat enderman vangen. En anders ga ik even wat... Blaze shit. Enderman killen. En dan... kan ook in de end gaan. Kan ook gewoon binnenkort. Maar ik zie wel. En dit heb ik ook wat heel veel gehakt. Heel veel birds en heel veel jungle wood. Ongeveer voor elke stack. En ik heb dit erin gezet. Oh. Omdat heel vaak creepers binnenlopen. Hier die trap en zo. En dat wil ik niet. Omdat het al. Chests zijn al 3 keer ontploft. Maar dat gaat dus nu niet meer gebeuren. Het is nu veilig. En we kunnen even kijken bij de farm, hoe dat daarmee gaat. Hij zit al helemaal, helemaal vol, by the way. Alle aardappelrijs zijn helemaal vol, wortel helemaal vol, wheat helemaal vol. Ik vind het echt perfect voor hem dat. En verder nog, oh ja. Ik ben nog wat veel bezig even dus. En ik heb nog een spawner gevonden. Dus ik heb heel veel multi-cores dan weer. Dat is chill. En ik heb nu een hele snelle weg om van hier naar de slime farm te gaan. En als ik het goed heb, ja. Ik heb het zeker goed. Gaat dat niet zo? Dat ging verkeerd. Even terug omhoog. Een grote parcours dit. Ik zoek naar één gang, dus dat kan ik nooit vinden. Oké, waar is die gang? Hier is de portal. Zien er zijn weinig oors nog. Ja, dat nog misschien. Het moet hier ergens zijn. Dat is heel slim.
Hier niet. Ik moet weer verder terug. Als ik eenmaal die gang heb gevonden, dan weet ik het wel weer. Alleen ik kan de gang niet vinden. Dus dit gaat helemaal de zombie spawner naartoe. Oh ja, even. Ik heb niet van 5 spawners gevonden. Ik heb 1 zombie spawner, 2 skeleton spawner en 2 spider spawner. Nou, die spider spawners weet je wel. Die is dus in die berg daar en bij episode 5 in die ene ravine. Ah, hier is het. Hier is dat waterstroompje. En daar is een creeper. Dit was een enorm lava meer. Dat kill. En dat is dus hier overheen, over het lava meer. Ik heb hem droog gelegd. En dan hier langs. Dan hier langs. Dan hier langs. Dan hier langs, hier langs, hier langs. Oei, gevaarlijk. Hier langs, in deze ravine. En dan ben je hier. Bij Lust Slime Farm. Die het goed doet. Redstone. Als hier heel veel lava is. En kan ik even. Ah, kak. Even wat kobbel hakken. Oeh. Toen viel ik er echt bijna heen. Oké. Okay. Mooi dan. Dan gaan we hier omhoog. En dan is hier eigenlijk de echte slime farm. Maar die doet het gewoon echt heel slecht. Er spant niks. Dat is heel slecht dus. Maar ja, dan weet je het ook weer hoe je daar komt als je hem hebt gedownload. Nee, ik heb hem geen werelddownload opgezet. Maar ik heb hem wel gebackup elke 2 episodes. Dus dat is wel chill. En deze forest hier ga ik helemaal ontkappen een keer. Als ik deze axe heb geenchant. En dan de bedoeling is dat daar bovenop dus een soort uitkijkhuisje komt. Bij daaronder, precies onder allemaal rail stations. En dat wordt best wel chill, denk ik. Zo. En ik heb nog wat TNT hier dingen gedaan. Ik heb hier 5 geplaatst en het was best. Nou. Chill ontploffing. Oh, sorry, kip. Maar ja, vandaag wil ik dus even dit afmaken en een trap naar beneden doen. Niet het enige natuurlijk, dat lijkt me heel saai als dat het enige is. Maar ja, ik heb ook deze dus heel erg gebruikt om dit sandstone te hakken. Vooral die was dat. En dit sand. Dat is aardig veel. En als je ziet in het desert, daar zit echt een heel groot gat nu. Van zo'n 20 bij 20 en 5 diep ongeveer. Maar ja, dat dan als eerst dit afmaken. Dan nemen we dit. Wacht. Dit wil ik even testen. En dat is het volgende. Dit kan nu. Ho. Dit. Maar met zo'n stamp weer. Lelijk. Misschien. Als je dus dit zo net kon plaatsen als log, zou het chill zijn. Sidewide ster. Maar dat kan niet, dus anders zal het wel heel chill zijn. Ik doe het gewoon zo nu. Dit doe ik ook gewoon. Ik kan de klok even weg. Oké, dat is een glitch. Oh nee. The fuck.
En die boom haalt toch wel een keer weg, denk ik. Het staat er niet, niet zo mooi bij. Oh. Hij staat er niet meer zo mooi, vind ik. Zo. Jam. Oh, weer de. Zo. En haal die boom wel even weg. Nee, zo kan het. Oh. Ah, nee, dat meen ik niet. Zucht. Oh, shit. Ah, dit heb ik dus heel vaak, dat ik zo op stuk blijf zitten. Dat is echt super vervelend. Waar komt de klok? Kan dat hierop? Oh, chill. Oh. Zo, mooi. Ik kan misschien wel meer artefacts maken, misschien voor boven deze chesten. Dat is wel een mooi idee, ja. Maar ja, kijk. Wat heb ik nog nodig? Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 nodig. Dat is jammer. Want dan hou ik er namelijk 3 over. Wacht, niet eens. Fuck. Ik bedoel, ik kom 1 tekort. Nu hou ik er 3 over, ja. Mooi, dit is een rondje. Klinkt er nice uitzien. Birds hier. En daar. Oh kak, hoe kom ik erachter? Wacht even. Dan maak ik er maar even doorheen. 1, 2, 1, 2. Zo, achter de furnace hoeft het niet. Dat vind ik zonde van het hout en je ziet het toch niet. Ik heb het hier bij de way wel achter. Ja, ik weet het wel. Oké, dit ziet er best mooi uit, moet ik zeggen. Dan donderen we dit weg. Als jullie nog iets beter design hebben, dan zeg je dat maar in de comments en dan ga ik het veranderen als ik het mee eens ben ofzo. Dat is te weinig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yep. Krijgen we weer 6 chests erbij voor mij. Dus dat het aantal dat ik nodig had. Perfect. Ja, hier komt straks ook nog iets, maar ja. En als je het wist, je kunt chests nog steeds openen als het een ster boven zit. Dat is chill. Ik wil echt sorteren dit. Dit is bij de way mob drops, dat kun je wel zien. Eieren doe ik er ook bij. Dit is garden en eten, ga ik een keer uitsorteren. Ja, ik heb vrijdag wat poison, dus potato doet. Wacht, ik zoek even wat het eigenlijk doet. Oké, geef dus een poison van 4 seconden. Dus net als een spider eye is dit. Oké. Dus ja, dan weten we dat we die gewoon niet moeten eten. Maar ik bewaar ze wel, dat het leuk is. En dat het kan. En we moeten nog een plafond hebben. Maak het wel gelijk heel donker hier. Even kijken.
BL8. Glowstone, ik heb glowstone. Mooi. Maar ik wil het natuurlijk nice doen. Oh, wacht. Moet dit natuurlijk even doen. Die. Dan. Dan gaan we hier even boven staan. Dan doen we dit. En dan zo. Dacht ik dan maar. Ja, ik vind het best nice. Weet wat jullie vinden. En dan vraag ik me af. Wat heet het? Normal Far speel. Ik zit ook in Forest. En als ik met Fantasy speel, dan lag al die ene, deze bladeren. En ik vraag me af. Kun je dan 30 is goed, maar als ik dit toch nog wel licht doorheen schijnt. Oh, dat schijnt er nog steeds doorheen. Oké, dan weet ik dat ook weer. Stoort mij dit. Perfect. Wacht, dus ik kan een trapdoor doen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Weet je wat? Ik vind de storage room zo op dit moment nice. Dus ja, laten we dus nu een sandstone trap hier doen. En wat doet die daar? Dat is al half dood. Weet je wat, ik maak even wat slabs. Ik ga eventjes wat sterren proberen, ben ik zo terug.